Hallo Black Legion en welkom bij weer een nieuwe part van Assassin's Creed 4 Black Flag. Ik laat me weer afleiden door dezelfde boot als in de vorige part. We gaan het anders aanpakken dit keer. We gaan deze boot namelijk boarden nu. Niet. Eerst die kleine klote bootjes van Achle. We boarden. Zij zijn nog lekker bezig. Dus dat is perfect. We gaan boarden. Zo gauw als mijn mannetje als Camry zijn ding loslaat, zijn stuur. We moeten 5 lui killen. Dat is 1. Dat is niks. Dat is 2. Dat doet niet eens wat, what the fuck. Waardeloos ding. Hey, woep woep. Oh my god, hij gaat nog wat water in. Alright, klim. Gaan we lekker aan de fik staan. Holy crap. Dat was een big dude. Staff. Iedereen gaat dood. Klaar. Iedereen wapen neerleggen, dank u. Wat we gaan doen is nu de Jackdaw repairen. Zodat we iets meer AP hebben weer. Niet dat we er heel veel vanaf is gegaan om eerlijk te zijn, maar elk beetje is iets. Vervolgens hebben we ook nog die andere boot die we kunnen boarden. En we gaan nou die frigate aanvallen voor 10.000 cash. En dan komt alles goed. Ik weet niet waar die frigate is. Die andere boot is helemaal hard vannacht, want ik weet niet wat daar in de... Oh my god, a man of war. Oh my fucking god. Ah, wat wat. Boom. Ready to fire, sir. Damn, so much fury here. Awaiting order, sir. Fire! Alright, niet halen. Dat is allemaal goed. Wel. Ja, ja, komt goed. We beuken haar gewoon nog een keer. Vallen we nog een keer aan. Is helemaal goed, we blijven gewoon rondvaren. Ho! Borden, borden, borden. We gaan borden, sowieso. Laat die mannen voor mij alsjeblieft met rust laten. Alsjeblieft. Grote boot in de vette, laat me met rust. Perfect. Allright, zolang die ons met rust laten, komt het goed. Dan hebben we die punten en dan gaat deze naar de, onze dingen. Mooi, we hebben de Powder Reserves nog gekilled. Nou, alleen de crew nog. Daar krijgen we niks bij. Maar ja, maakt het niet uit, dan gaan we hier even wachten tot we iets dichterbij zijn. Dat is al 1. 2. Reloaden. Klaar met reloaden. Ja. Oké, tadam tadam. Papi, power. Move it. Auw. Krijg een dikke kogel in onze bakken. Niet zo fijn. Oké, die jongen die werd heel hard vernacheld om. Die ook. Die meneer ook. Ik heb nu een trucje ontdekt, blijkbaar. Gewoon blijven rennen en dan dingen ze.
komt het aardig goed. En nog één duurt dood. Die jongen, die net uit het ding komt. Ja, je had nooit met je dingen, met je hoofd uit het lijkje moeten komen, vriend. Oh, die duurt ook nog dood. Jee, een extra kill. Iedereen, laat die boot maar rust, dank u. Aan de andere kant zou ik mijn boten kunnen gaan repairen natuurlijk. Maar dat doen we niet. Dat zou logisch zijn. Waarom? Het is een goede boot dit. We hebben 38 die veel mee kan nemen als het goed is, hoop ik. Genoeg om voor Kenway's fleet bepaalde grotere cargo's mee te nemen naar andere landen. Naar Europa toe voornamelijk volgens mij. Dat echt belachelijk grote dingen nog zijn. Dus. Komt het helemaal goed. We gaan Volgas. Maar dan ook jij Volgas. Zijn we nou nog niet aan doen, dat ga je nu. Gaan we naar de main mission toe. En ik zie al een eilandje daar, en ik zie daar een lompe boot, een man of war is dat. Moet je kijken hoeveel kanonnen, jongen. Echt drie rijen met zoveel fucking kanonnen erop. Dat is echt om te janken, zo'n ding. Om dat tegen te komen, dan wil je gewoon je boot tegen de kliffen aanvaren. Zodat je kunt zeggen, ja, mijn boot is tegen de kliffen aanvaren. Dat is minder schaamteloos dan je zegt dat je hebt verloren van een man of war. Ook al is dat niet echt schaamteloos, daar hoef je je niet voor te schamen, maar... Gaan zij met elkaar vechten, want dat is... Oh nee, het zal op Spanje, goddammit. Spijtig, als het nou Brit en Spanje was, dat was leuk geweest. Hé, maar we zijn wel om een eiland aan het heen varen, zonder dat ik het door had. Vol op een ander eiland. Nee, dat heeft nut. Naar rechts. Come on, we can do it. Onze boter is een klein beetje slecht aan toe. Ik ben benieuwd of dat ook echt niet helpt, zeg maar, dat we dan ook langzamer varen. Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Ik denk het niet namelijk. Dat die game zich daar weinig van aantrekt. Die boten nou eens bekijken, dat zijn echt zieke boten, joh. We hebben allebei hetzelfde mee trouwens. Er zijn er drie. Zelfs. Oh, for fuck's sake. De Spanjaarden hebben het druk blijkbaar. Hij heeft veel wood mee, sugar. Level 29 en dat is level 11. Heeft niet zoveel meer rum en sugar. Wood zijn we op zich nog wel nodig, heavy shot en eigenlijk alles zijn we wel nodig, maar... Echt geen zin in. Of we varen nu tegen hem aan, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Haha, skills. Echt. Allee, we gaan naar die boot toe en dat is ons doel. Daar is de missie. Waarschijnlijk zal hij ons weer melden van je bent een betere boot nodig. En dan zeg ik niks mee te maken. Ah, val maar mee. Hij heeft het niet gemeld deze keer. De vorige twee keer meldde hij dat. Ah, Captain Kenway. Should we use your ship for this next scheme or mine? Dat is die stage voor de duidelijkheid. Oh, it's a small gambit. This fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. You've thought this plan through? Indeed. Using this man will acquire a Portuguese flag, okay. Which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea. Dat was misschien ook Portugal in plaats van Spanje, maar voor mij was het Spanje. My orders. The jackdaw then. Excellent. Oké, okay, nemen onze boot dus mee en niet hun boot. Interessant. Wat gaan jullie met die plank doen, jongens? Je kunt ons wel overspringen, joh, mietjes. We hebben geen plank genoeg. So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal files. We're chasing drams of blood. Is that all? Nee, ja, wij weten meer natuurlijk. Als het goed is trouwens, Kenway ook. Maar die was erbij, anders weten wij het ook niet. Maar er was, als je bloed had, de bloeddruppel van een bepaald persoon, dan kon je hem volgen via het observatorium. Kon je hem in de gaten houden. Dat is wat die Sage wil. En als het goed is, ik zou moet Kenway het eigenlijk ook weten dat hij dat... kan op die manier, maar Kenway weet dat blijkbaar niet, wat ik een beetje stom vind. Maar
Kan ik goed varen? Ik weet het. Pro en varen. If I can steal that flag without disturbing so much as a flea, I'll do it. Valt ook niet op. Dit is echt de grootste onzin ooit. Ga je uitleggen waarom? We staan naast hun boot. Ah, oké, ze zijn aan het praten. Hij bindt, dan zei ik dat nou. Ja, dat is dialect, man. Een vlag hebben wij, joh. We hebben toch een piratenvlag? Kijk dan, de piratenvlag! Een zwarte vlag met een schedel. En ook nog zo mooi zeggen... ja, we zijn goed bezig en we zijn heel lief. Ik vind je dat wij lief zijn? We zijn alles behalve lief. Ik moet eigenlijk naar de overkant toe. Dat kan ik ook wel. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navio. Imagino que não. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. Ah, excelente trabalho, senhor. Muito bem. Ah, heel slim gedaan, inderdaad. Die lui erin trappen, jongen. Ik zou het echt niet intrappen als ik hem was, maar doe maar. Dat valt ook niet op. Dat valt ook niet op. Vlag druk en loop een vlag voorbij. Certo, senhor. Ele de momento está a dormir. Vai lamentar não ter tido a oportunidade para falar consigo. Please, Doug. Oké, mooi. We hebben de vlag. Perfect. Ons plan gaat lukken. Denk ik. Denk het eigenlijk niet. Ik weet het niet. Ik betwijfel het. Ik denk dat er vast wel weer iets misgaat. You got the flag. Aye. We're flying it now. Oh, dat hangt snel. I'll keep my distance. Slow and steady. Hey, Portugees vlag inderdaad, dat is dus een andere vlag. Dat is met de witte. Ik dacht ook dat die andere Spaans was. Leek me ook heel raar dat Portugal en Spanje hetzelfde vlag hadden. Nou, impossível. What's he whinging about? He's not whinging. He's a static. Oké, vol gas achter die boot aan. Locate the Nosse Senhor. Losse Senhor. Losse, de losse? De losse, de neus. Senhor. De neus, ja, senhor. Hier, de Nosse Senhor, de kampertje op. Ja, en dat is een fucking lompe kutboot. Perhaps you should go ashore, Captain Kenway. Find that chest. If it contains the prize. Ja, misschien moet ik dat ook gewoon niet gaan doen. Alhoewel, jawel. Beter dan vechten tegen die boot. Oh, mooi, die boot is al weg. Goddank, zo gauw als die boot weg is. Oh, ik zou zo blij zijn, hè. Ik heb een keer, ik ben bang voor die boot. Nee, ik ben niet bang voor een boot, man. Enge bootjes. Oh. Por Deus, como foi isto acontecer? Please, laat die lijn niks opmerken, die andere lijn. Pest.
En andere lui die hier rondlopen, die merken niet eens wat. Dat is geweldig. Zo achterlijk is dat. Net zo je niet ziet dat je maten elkaar worden geracht hier in de bosjes. Perfect. Geweldig. En gewelddadig. Dat is toch gewoon raar. Eerlijk is eerlijk, dat is gewoon raar. Kan ik die lui tegelijkertijd vermoorden? Denk ik niet. Ja, dat moet wel. Dan kun je voor het doodgaan. Door Assassino Black. En Captain Black. Niemand die mij zit. Liefje. Met zijn armen. Liefje. Ook niet door de bosje heen lopen jullie. Ongehoord. Waarom loop jij door de bosjes, vriend? Waarom loopt iedereen door hier de fucking bosjes? Serieus, waarom loopt iedereen door die fucking bosjes? En nu zijn we fucked. Het is mooi dat die dude aan het schieten is. Maar op het moment dat wij een human shield gebruiken, dan kan die pij direct schieten. Dat is toch ook knap. Die dude is dood en alleen deze lompe dude nog. Lang die dude bezig blijft. Dan kan hem gebruiken als human shield. Iedereen nu dood hier? Oh ja. Oh. Naar de andere kant, dank u. Kom hier. Dank u. Daar is de kist ook. Wee, duurt lang. Wee, duurt lang. Oké, loot de dat kleine piskistje. Zitten daar die blood samples in? Empty blood vial. Oh, ze zijn empty. Heal the ship. Nieuwe doel. Allee, beter komt die boot van mij een beetje in de buurt. Holy crap, met zo. Ah, met zo speed! Damn, dudes! Holy crap, dat was best wel ziek eigenlijk. Ik flikker de watergat daarmee. Oh, fuck's sakes. Hij kan ook echt niet gewoon logisch nadenken en niet schuiner springen of zo. En wel door een kanon heen grijpen met zijn bakkers. Maar dat was toch zo spijtig. Dat was zo leuk geweest. Dat ging wel hard, jongen. Die boot ging echt hard. Oh, dat was heel mooi. He had outlived his usefulness. Where is he? Sleeping soundly at the bottom of the sea. How many men must we kill for a simple prize? As many as drift into our path. Okay. Nou, dat wordt wat. Is dat het schip? Nee, dat is de San Buena Venita of zoiets. Buenaventura. Dat is de San Felipe. En die blokkeert ons fucking pad. Oh, 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 oh. Your ship has been detected. No shit. Misschien komt dat omdat ik overal tegenaan beukte. Ik had ze iets. Ik had verwacht dat er een gat zou zitten tussendoor. Daar staat een rots. Beetje jammer. Oké, we gaan nou die boot telen. Nu zitten we dichtbij, blijkbaar. En net niet. Ik vind het allemaal best. Zolang we maar bij de treasure komen, vind ik goed. Look at the event. That, Captain. Men who ran the same gauntlet and lost their way. We need a sterner stuff, Annie. How often have those been a sailor's last words, I wonder? Ja, dat is ook een goeie, ja. Hoe vaak zijn dat de laatste woorden geweest van een van die piraten? Ja, maar wij zijn sterker, wij zijn beter. Uiteindelijk is iedereen dood. Damn, jongen, waarom zitten al die schepen hier zo als een move, bitch. Ons water hier, Our treasure must be aboard that galley. Why don't you take the ship itself and save us a bit of time? Nice. That's the way I'd play it.
Wat is nou onze boot? Well spotted. I'll clear them off first. Alright, we gaan eerst de. Nice, ik wil die dinges hebben. Ik wil die boot hebben. En dan de fuck de jackdaw. Ik wil die boot hebben. Dat heb ik vanaf het begin al gezegd trouwens. Waarom pakken we niet een grote boot? Die lijkt mij ten eerste ook sneller. Ook al een klein bootje is misschien lichter. Maar een grote boot, die heeft ook grotere masten en zeilen en shit. Dus vangt hij ook meer wind, in theorie. En beweegt ze of lang, even snel waarschijnlijk. Stealth swim. Echt, nog maar net ook. Ah, for fuck's sake. Laat die hiernaast staan, die wil ik door. Fuck. Nou wel. Done. Iedereen is hier zo'n beetje dood. Niemand heeft alarm geslagen. Ik blijf dat nog steeds raar vinden. Ik, Kom maar. Die jongen is ook dood. Oké, er kan alarm geslagen worden. Er is een alarm. Dat heb ik nog niet gezien. Au. Het alarm moeten we even disabelen. Als we dat niet doen, zijn we dan lul. Oh. Eén duurt even door. Als we die mensen saboteren. Eén ding al gewonnen. Dan kunnen ze gaan alarm slaan, dus dan ben ik al blij. Moeten we alleen de rest nog neermaaien. Dan komt alles. En die deur door die toren heeft volgens mij ook niks door, dus dat is chill. En zoals ik al vaker heb gezegd, gauw als we één deur killen, kunnen we iedereen killen in één streep. Dat blijf ik eigenlijk nog een beetje raar vinden, maar... De game werkt zo, dus ik vind het best. Met deze palmboom op en dan naar boven. Waarom staat hier een dude in de rotsen? In de rotsen. Dames en heren, in de rotsen. Niet ervoor, niet erachter, nee erin. Krijgt die game het af en toe voor elkaar? Ik heb geen idee. Ah, oh, we hebben zelfs een zipline hier. Use a rope swing to kill the captain. Alright, maar dat, kill the captain, gaan we doen in de volgende part. Dus dan zie ik je weer. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Als je het leuk vond, geef natuurlijk even een dikke thumbs up. Deel hem met je vrienden en zet hem in je favorieten. En dan zie ik je weer in de volgende video. Laters.